Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. 24 november werd er in de Protestantse kerk in Maden een herinneringsavond gehouden: waarbij stil werd gestaan bij het verlies van naasten. Met kaarsjes. Muziek van onder andere trompetist Anne Hogendijk en opgelezen teksten was er sprake van bezinning, een gebed en woorden van troost en hoop. Met het lied Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, dat samen werd gezongen, werd de avond afgesloten. Na de realisatie van nieuwbouwwoningen in deelplan 1 De Repel en deelplan 2 De Vlashoek, slaan de gemeente Drimmelen, Woonstichting Woonvizier en Maas Jacobs opnieuw de handen in een voor deelplan 3 De Biezen. Hiermee worden nog eens 114 woningen gebouwd in Lage Zwariwe. Op woensdag 29 november vond de officiële lancering van het nieuwbouwplan De Biezen plaats op de planlocatie aan de Oude Weg in Lage Zwallum. Op vrijdagavond 8 december organiseert Stichting Behoud de Antoniusabd een kerstmarkt in de sfeervolle zaal de Abd. Tijdens deze kerstmarkt kunnen cadeaus gekocht worden bij lokale ondernemers. Daarnaast is er de gelegenheid om onder het genot van een glaasje gluwijn... of kop warme chocolademelk te genieten van de mooie kerstsfeer in de zaal. De deuren zullen geopend zijn van 5 uur s middags tot 9 uur s avonds en de toegang is gratis. Reden genoeg dus om op 8 december in Ter Heide te komen genieten van deze gezellige kerstmarkt in een unieke setting. Nu is er ook in Ter Heide bij Gewoon Gezellig, een uitgiftepunt van goede kost. Dit uitgiftepunt organiseert al acht jaar de beschikbaarheid van biologische streekproducten in de gemeente Drimmelen. Klanten hebben maximale keuzevrijheid en kunnen via de webshop bestellen wat en hoeveel ze willen. De vrijwilligers halen in een straal van 30 kilometer van onze gemeente de groenten en andere producten op bij boeren. En leveranciers. Vervolgens vertrekt de chauffeur met alle kratten naar de uitgiftepunten in Maden, Breda en nu ook naar de Heide. Hier kun je op vrijdagmiddag tussen 4 uur en half 6 je bestelling van Goeie kost ophalen. Neem ook een keer een kijkje op de website www.goeiekost.nl om te zien hoe jij duurzaam. En biologisch kunt winkelen. De stichting Vier het Leven is een organisatie die de burger moed en zin in het leven kan verschaffen. Zij organiseert uitstapjes naar theater, bioscoop en museum voor de wat ouderen die niet meer zo mobiel zijn of opzien tegen de rompslomp om digitaal kaartjes te bestellen. Het vooral samen genieten van toneel, cabaret, musical, opera, film staat hoog in het vaandel van stichting Vier het leven. De stichting wordt aangemerkt als goede doelenstichting. Als u deelnemer wordt van Vier het leven, krijgt u enkele keren per jaar een programmaboekje opgestuurd waarin u aan kunt geven waar u aan deel wilt nemen. U wordt op de betreffende avond of middag Opgehaald door een vrijwilliger en comfortabel met andere deelnemers naar de schouwburg gebracht. Daar wordt voor een drankje gezorgd en ook in de pauze wordt u bediend. De vrijwilliger blijft altijd in de buurt om hand- en spandiensten te verlenen. Hij of zij brengt u na afloop weer veilig thuis. Interesse? Stuur een mail naar klaas@apenstaartje4hetleven.nl. 12 december, tussen half vier en zes uur middags, nemen de collega's afscheid van Lilian Lambrechts. Lilian gaat na 16 jaar te hebben gewerkt als coördinator dorpsgericht werken, nu van de pensioen genieten. 16 jaar lang heeft ze zich ingezet voor de verbinding tussen gemeente, bewoners, woonstichtingen, politie, welzijnspartners, jongerenwerk, verenigingen. En andere instanties. Het doel van haar werk was samen te werken aan de leefbaarheid, veiligheid en de sociale betrokkenheid in de dorpen. Daarnaast was ze actief betrokken bij maatschappelijke thema's zoals eenzaamheid en dementie. U bent uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje terug te blikken op haar mooie carrière. Met diverse mooie initiatieven vanuit dorpsgericht werken van de afgelopen jaren. Wilt u erbij zijn? Meld u dan uiterlijk aan voor 3 december. Stuur daarvoor een mail naar a van apestaartje, drimmelen.nl. Hanneke de Bruyne stopt als fractievoorzitter van P van de A Drimmelen. Eind dit jaar neemt ze afscheid. Als lid van de gemeenteraad van Drimmelen. 14 december zal ze voor het laatst deelnemen aan een raadsvergadering. Hanneke begon in 2006 als burgerlid bij de lokale PvdA-fractie. In 2010 werd ze namens de PvdA raadslid, om in 2012 fractievoorzitter te worden. Na een periode van ruim 13,5 jaar in de gemeenteraad van Drimmelen, geeft Hanneke de Bruyne het stokje door. Aan Peter van Geurp. U kunt tot 15 december 2023 als inwoner of organisatie van de gemeente Dremmelen nog een subsidie aanvragen als u iets organiseert dat ervoor zorgt dat mensen in onze gemeente meer bewegen, gezonder zijn, gezonder oud worden of elkaar meer kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid, aan preventie van drugs, roken en alcoholgebruik, het voorkomen van overgewicht en nog veel meer. Als u uw activiteit bij een van de drie doelen aansluit, dan kunt u hiervoor een aanvraag doen. Deze subsidie, genaamd Subsidie Gezond en Actief Lezen, Leven 2023, is eenmalig. Activiteit aan te vragen. Het gaat om nieuwe activiteiten of bestaande activiteiten waar u nog geen subsidie voor hebt gekregen. U vraagt deze subsidie aan via de pagina Subsidie Gezond en Actief Leven. Daar vindt u ook meer informatie over deze subsidie en alle voorwaarden. U krijgt normaal gesproken binnen vier weken reactie. Mensen die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, moeten een eigen bijdrage betalen. Sinds 2020 betaalt iedereen een vast tarief per maand. Dat heet het abonnementstarief. Dit vaste tarief was vanaf 2020 tot en met 2023 maximaal 19 euro per maand. Het abonnementstarief gaat vanaf januari 2024 omhoog. WMO-klanten betalen in 2024 een eigen bijdrage van maximaal 20,60 euro per maand, ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. De maximale eigen bijdrage van 20,60 euro per maand geldt per huishouden. Maken meer personen. In één huishouden gebruik van de WMO, dan betalen ze samen 20,60 euro per maand. Ga voor meer informatie naar drimmelen.nl slash abonnementstarief WMO. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen en wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!